Dag beste maloten en beste tunnelvisionairs. Hartelijk welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal van WIDMTV. Ben je hier voor het eerst? Ram dan even op die abonneerknop, want bij 10.000 abonnees geef ik dit jaar 2 groene vrijstellingen weg. In deze De Mol Niet-serie kijk ik naar het blog van Tegendraads, die iedere week anti-molpunten uitdeelt. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Aflevering 2 had natuurlijk heel veel molacties, maar ook absoluut veel anti-molacties. Bijvoorbeeld bij opdracht 1, getiteld Om de tuin leiden, waren er maar liefst 4 echte sleutelposities. Te weten de 2 mensen in de control room, Joshua en Lakshmi, en de 2 met een camera, René en Florentijn. René pleegt hier de grootste anti-molactie door niet voor het geld, maar voor jokers te gaan. En dan een fout antwoord te geven, waardoor er dus alsnog gewoon geld wordt verdiend door haar groep. Als mol geef je juist een goed antwoord, waardoor je €700 uit de pot houdt. Ja, en er gaat nog meer de mist in. Dat is aan 2 mensen te wijten. Joshua, die hier de porto's omwisselt. En Florentijn, die doet of dat zijn neus bloedt. Een kandidaat, die had hier Rocky en Charlotte waarschijnlijk wel op de hoogte gesteld. Maar Florentijn, die zegt niks en die speelt de held door voor het geld te gaan. Eigenlijk wetende dat het €0 is wat er verdiend kan worden door zijn groep. Niet de molpunten gaan hier dan ook naar alle kandidaten behalve Joshua en Florentijn. Dan opdracht 2, de dans ontspringen. Ja, bij deze opdracht kunnen er maar 2 kandidaten echt over de top als kandidaat gezien worden. Lakshmi, die overduidelijk meer dan 1 hint correct doorgeeft aan de groep verzamelaars, best een aantal. En Rocky, die €400 binnen weet te brengen als enigste kandidaat van de verzamelaars. Ja, hier zijn er dus echt maar 2 niet de molpunten te vergeven. En die zijn voor Lakshmi en voor Rocky. Ja, en dan nog opdracht 3. Symbolisch bedrag. Het meeste gaat het deze opdracht mis, zo lijkt het althans in de montage, bij Florentijn en bij Joshua. Florentijn die heeft een sleutelpositie en geeft enigszins warrig de zaken door. Maar goed, dan Joshua. Die postte meer foto's in 8 minuten dan Kylie Jenner in 1 dag. De eerste foto kwam om 14:39 binnen in die appgroep. En om 14:46 zie je al dat er 8 foto's binnen zijn. Nou, deze zijn dus waarschijnlijk van Joshua, omdat een rondje ongeveer 7,5 minuut duurt en Charlotte en Rocky het eerste rondje helemaal geen foto's maakten. Het is dan voor Florentijn weer een stuk makkelijker om een paar fouten te maken in 8 foto's van de groep van Joshua dan in de 3 foto's van Charlotte en Rocky. Lakshmi en Erik die konden sowieso redelijk moeilijk mollen, maar ook René raakte de camera niet aan. Als mol heeft ze dan wel heel weinig controle over deze opdracht. Ook al ziet ze dus een kruis voor een vinkje aan, als mol wil je hier dus eigenlijk met je vinger aan een knop zitten. Dus ofwel een porto bedienen, ofwel een camera bedienen waarmee foto's gemaakt worden. Dus Lakshmi en René vallen hier in de niet de molpunten. Zoals ik iedere week blijf zeggen, waterdicht zijn deze punten natuurlijk nooit. En je kunt er uren over discussiëren, zoals jullie ook in de comments doen, en terecht, of iemand wel of geen punt verdient, maar interessant is het absoluut. Ja, dat betekent voor de huidige tussenstand, inclusief de niet de molpunten van aflevering 1 meegerekend, dat Lakshmi nu met 5 niet de molpunten bovenaan deze lijst staat. Daar direct onder, met 4 punten ieder, Rocky, Splinter en Charlotte. Florentijn staat met maar 1 niet de molpunt, eenzaam, onderaan de lijst en zou dus de mol moeten zijn op dit moment. Maar ja, zou het zo gemakkelijk en overduidelijk zijn dit jaar? Het blijft natuurlijk wie is de mol. Dus alles kan. Maar goed, laten we sowieso even aflevering 3 en aflevering 4 rustig afwachten.
Dat was het voor deze video. Abonneer je eventjes, duimen omhoog en je reactie in de comments hier beneden. Heel graag tot de volgende video.